Hoi allemaal, het is vrijdag, dus het is tijd voor een nieuwe weekendvlog. Yay! Ik ben dus nog steeds in de weekendvlogs, maar dat is omdat mijn eerste weekendvlog nog niet online is gekomen als ik deze film, want die komt volgens mij komend weekend online, of niet? Nou, hij is nog niet online, dus ik weet nog niet wat jullie van de weekendvlog versus de weekvlog vinden. Dus ik blijf even de weekenden doen, tot nu toe. De kerstboom bestaat inmiddels. We hebben nog wel een neppert en dat heeft ermee te maken dat die hebben we ooit gekocht in de tijd van dat Two Middens een kitten was. En het leek ons nu ook wel praktisch met Niels, maar tot nu toe heeft hij er niet aangezeten, dus fingers crossed. Het is dus vrijdag, normaal ben ik nu al aan het werk, maar ik ben nu thuis aan het werk, het is nog vroeg, zoals je aan mijn ogen ziet. Want Sven die had even een afspraak ochtends vroeg. Tandarts of zo, ik weet niet waar hij naar heen was. Nou, het was een beetje een warrige ochtend, want Niels zat echt tot onder zijn oksels onder het plas. Zijn hele luier was echt helemaal overstroomd en allemaal poep. Nou, geen idee of dit normaal is, hebben we echt nog nooit gehad. Tenminste niet, zeg maar, gewoon s'nachts, sowieso niet zo'n volle plasluier. Dus daar hebben we vanmorgen echt mee moeten douchen en doen, want ja, hij stonk gewoon echt een uur in de wind. Dus het was een beetje een aparte ochtend, maar ja, het is ook wel weer fijn, want dan zie ik Niels nog eventjes. Hij ligt nu te slapen, want hij was dus echt heel vroeg wakker. Wat weer een voordeel voor mij is, want dan kan ik wel rustig werken. Maar dan zie ik hem in ieder geval nog eventjes, want hij gaat nu uitlogeren. Dus dat wil zeggen dat Sven en ik ons dateweekend hebben. Woep woep. Vanavond ga ik eten met vriendinnetjes. En morgen hebben Sven en ik gewoon date time. Sven heeft vanavond zijn collega's overvloer. Ik weet trouwens niet of jullie dit nog in het oude jaar zien of al in het nieuwe. Want ik loop een beetje gek in de planning nog. Want ik ben natuurlijk nog niet helemaal dat hele weekvloggen gewend. Weekendvloggen. Ik zal nog even de kerstboom laten zien. Dit is hem. Gewoon zilveren ballen. Dit is een piek. Die heb ik echt al jaren. Dat zie je ook wel een beetje. Maar deze was mijn favoriete piek altijd bij mijn ouders. Dus die mocht ik van mijn moeder meenemen toen ik op mezelf ging wonen. En dan hebben we bovenin de mooiere ballen. Dit zijn zeg maar gewoon de glazen wat duurdere ballen. En deze. En dit zijn dus mijn favorieten. Deze vind ik trouwens ook heel leuk. Die sneeuwvlokjes. Ik hou dus van dat glimmende glitterspul. Doorzichtige. Dit zijn onze Jan de Bouvrie ballen. Het moet niet gekker worden. En dan hebben we onderin zitten meer de wat goedkopere ballen die van plastic zijn. Dus die niet zoveel kwaad kunnen als die vallen. Alhoewel deze is trouwens volgens mij ook van glas. Maar goed. Dus dat. En hier is Nielsen. Die past natuurlijk totaal niet bij. Maar ik vind het wel leuk om erin te hangen. Want dit is zijn eerste kerstbal. Jee. Was natuurlijk van vorig jaar. Maar ik dacht ik hang er wel even in. Maar dan wel een beetje achteraan. Want ik hou van een witte boom. Ik heb trouwens van de week had ik allemaal kerstchinezen. Dus ik was heel weinig thuis. Maar ik heb toch woensdagavond even mijn best gedaan om alle kerstkaartjes te schrijven. Ik heb ze volgens mij al eerder laten zien. Maar deze zijn door een vriendinnetje van mij gemaakt. Klein Geluk PV. En ik vind deze vooral echt zo leuk. Maar goed, dus ik heb een enorme stapel. Die liggen nu al bij de voordeur. Dit zijn de kaartjes die ik over heb. Een enorme stapel die de deur uitgaat. Hier is nog eentje. Dus dat heb ik nog eventjes tussendoor gedaan. In het kader van, dan zijn ze maar op de post. Oh, je ziet me goed. Ik lijk helemaal te glimmen. Iets meer naar het licht. Oh, zo, nou. Ik ga zo het licht in. Goedemorgen, het is zaterdag en dateweekend is begonnen. En het begint fantastisch, want Sven heeft mij ontbijt op bed gebracht. Het begint ook met een licht zwaar hoofd, want gisteren echt heerlijk geworden met vriendinnetjes. En het begint ook met de conclusie dat ik de Zumba-les, die om 9:15 begint, niet ga redden. Want het is nu 9:10. En ik ben net 5 minuten wakker. Dus, mooie dingen in het leven. Ik heb het gewoon niet meer in de gaten. Maar vind ik wel jammer, want zoveel uit eten geweest deze week dat ik wel graag even wilde sporten. Dus misschien dat ik ga kijken of ik straks nog wel even iets ga doen. Of nou, dat ik even thuis ga sporten. Of ik weet het niet. Of morgen, whatever. Maar in ieder geval nu ontbijt op bed. Alhoewel we net uit praktische overweging de rest al naar de woonkamer hebben verplaatst. En gewoon wel lekker daar gaan zitten. Want met croissantjes en zo. Mwah, wordt het niet heel praktisch. Het eten was echt super leuk. Was bij een nieuw tentje in Utrecht. De eigenaar van Pronto. Pronto, voor mensen die in Utrecht wonen, die kennen dat ongetwijfeld.
En dat was heerlijk. En nu, die, zeg maar, de kok van Ponte Pronto zit nu in Piatto. En Piatto, daar waren wij gisteren. Het was echt heel erg lekker. Echt heel erg lekker. En het was heel gezellig. En toen dacht ik, oké, ik heb nu echt, ben gewoon zo moe van alle... Ik heb dus nu 2 kerstdiners gehad deze week. En van mijn werk. En dan nu dus dit. Dus vanavond nog lekker met Sven uit eten. En naar de bios. Dus allemaal super leuk, maar een beetje gaar. En ja, nu zonder Niels. Wat gaan we vandaag doen? Weet ik niet zo goed. Behalve dat ik dus even wil sporten. En dus vanavond uit eten en de bios. Maar ik wil ook Niels' keukentje gaan pimpen vandaag. Want Niels staat nu bij mijn schoonouders. En mijn schoonouders hebben gisteren het keukentje gebracht. Het IKEA-keukentje. Ik heb op Pinterest heb ik allemaal inspiratie opgedaan, zeg maar, voor het pimpen van het keukentje. En nog even het ontbijtje. Nom, 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 nom. Klusproject. Dun. Zo, het verven is klaar voor nu. Dit is dus het aardig blad. Ja, de rest moet er natuurlijk nog in, maar... En dan hier is het kastje. En dan daar... De rest van het kastje. Verder staat hier allemaal zooi nu eventjes. En nu ga ik even lekker op de bank Netflix serie kijken. Pretty Little Liars. Heb ik net mijn nagels gelakt. Dus ik moet even kijken hoe ik alles... Of tenminste gelakt. Ik had al deze kleur. Maar het was er een beetje af. Dus ik dacht ik ga nu niet alles opnieuw doen. Want ik moet morgen toch weer schilderen. Maar ik doe er even een laagje overheen. Dan lijkt het nog wat. Dus ik moet even wachten tot dit een beetje droog is. En toen had ik nog wat over. Toen dacht ik, laat ik daar even onderzettertjes van maken. Tenminste, dit zijn onze onderzetters. En ik heb er gewoon de marble print opgeplakt. Gezellig. Dit is mijn outfit van vandaag. Van vanavond, beter gezegd. Dit jurkje is van Pull&Bear. En de laarzen zijn van Zara. Maar echt al heel lang geleden. Dus we kunnen uit eten. Heerlijk eten. Vooral die sardientjes van Sven zien er echt super leuk uit. En ik moet een beetje kunnen zien. Eet smakelijk. Heerlijk eten. Vooral die sardientjes van Sven zien er echt super leuk uit. En ik moet een beetje kunnen zien. Eet smakelijk. Ik heb een cheesecake en Sven heeft een heel mooi karamel notentaartje. Het was wel lekker, maar niet fantastisch. We dachten, ik ga nog even lekker een pakje thee doen. En dan naar de bios. We zijn in de bios. Iets te snacken mee. Nou, we gaan hierheen. Ik vind het vast heel leuk. En we hebben een M&M's bak bij onze M&M's gekregen. En Sven is daar. Met popcorn. En dan komen echt allemaal mensen die net bij Star Wars zijn geweest. Want die kwamen helemaal in vol ornaat. Dus nou, we zijn benieuwd. Ben je gespannen, zeg. Oh. Daar zitten we. Het zijn hele ruime stoelen. Een soort alsof ik in een soort vliegtuig zit. Ik zal het even laten zien. Kijk, mega beenruimte. Wat voor Sven met lange benen lekker is. Hele ruime stoelen. En dit is dan nog een hele kleine zaal. Zo, wij zijn weer terug van de bios. Nou, het was een vermakelijke film. Zeker niet de allerbeste film die ooit had gezien, maar dat was ook niet echt het doel. Het was een nieuwe bioscoop in Utrecht. En ik vond het niet heel mooi of zo, maar wel grote stoelen en mooi groot scherm, goed geluid. Dus ja, was wel gezellig. En gewoon lekker om even met tweetjes te zijn. Hé, Sven. Ja. Oh, Mitt is er ook bij. Oh, daar. Je zag alleen de staart. Hé, Mittens. Lekker, hè? Pak hem. Nee, niet meer. En, Mitt vindt het ook gewoon even lekker rustig, hè, Mittens?
we gaan nu gewoon lekker naar bed. En vannacht ga ik echt heel veel uren slapen, heb ik bedacht. Want dat was afgelopen nacht nog niet helemaal zo. En dan morgen nog even het keukentje afschilderen. En ik moet ook nog heel veel doen voor de site. En verder gewoon lekker een beetje relaxen. En dan de kleine man halen. Moppie. Nou, doei. Oh, je hebt dorst. Zo drinkt Mittens altijd aan de bar. Ik weet trouwens nu zo'n onmogelijke houding gaat staan. Normaal gaat ze aan de andere kant staan. Nu als ze goed staan, zodat iedereen het kan zien, denk ik. Goedemorgen, het is zondag en ik sta nog in mijn pyjama. We hebben heerlijk geslapen vannacht. En ik heb nog steeds niet heel lang trouwens, iets van 7 uur of zo, maar ik ben dan blijkbaar gewoon wakker. En ik heb mijn pyjama nog aan, maar ik ga nu eventjes het schilderen afmaken. En alle spullen ook uit Niels' kamer halen, zodat het nog goed door kan liggen, zodat het niet meer naar verf raakt. En ik ga straks even sporten. En verder moeten we nog even het huis aan kant maken. En ja, heel veel aan het site doen. Vooral ook. Het eerste deel is klaar. Check hoe leuk. En heerlijk. Oh, ik moet even inzoomen. Een heerlijk ontbijtje weer. Perfection. Ja, net terug van de sportschool. Hè? Sven is even nu de IKEA kraamkoper aan het spuiten. Op het moment dat je een tutorial aan het opnemen bent, tegelijk met vloggen. Ik ben ondertussen namelijk een filmpje op aan het nemen van hoe we die keuken pimpen. Dus nu echt douchen. En als je dan denkt, waarom stond je dan in de lift? Dat is een hele goede vraag. We moesten wat buiten sprayen. En dat hebben we in de garage gedaan, in de kelder. Want anders, ja, dat zo'n spray, dat gaat door het hele huis. Ik heb nu Niels de hele kamer leeggehaald. Ze had een beetje die verflucht uit, alle ramen opengezet. Het grootste gedeelte van de keuken is droog. De ogen en de andere deel staan nog in de gang. Nu ga ik douchen, schoenen uit. Ik ben inmiddels gedoucht en ik heb nu een middenscheiding gemaakt. Ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind, maar ik ga het eventjes zo feunen en dan misschien even een slagje erin. Ik heb ook de eerste weekendvlog heb ik nu geëdit. Is nu aan het exporteren. En nu ga ik even stofzuigen, want dat is ook wel hoog tijd. Oh, ik heb het tzatziki op, ik ruik naar knoflook. En Sven gaat zo meteen, hoe laat is het nu? Ja, Sven gaat zo meteen Niels ophalen. En dan komt de kleine man weer thuis. Gezellig. Niels is weer thuis. Oh nee. Poep. Weer thuis, gaat verrassend genoeg meteen weer op de tv af. Nu gaat hij op zijn knieën door. Jee, gezellig hè Mittens. Ik heb nog even aan de site gezeten. We hebben gegeten. Niels naar bed gedaan. En we hebben even Expeditie Robinson teruggekeken. Want dat hadden we nog niet gezien. En nu ga ik even lekker in bad. Maskertje. Want ik had een lekker maskertje van mijn moeder gekregen. En badbruisdingen. Dus dat ga ik even lekker doen. En dan bed opmaken en gaan slapen. Sven zit naast me serieus te kijken. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En het kan trouwens zijn dat dit online komt met oud en nieuw. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar als het zo is, dan wens ik jullie een fantastisch oud en nieuw en een prachtig 2017. Doeg!